Dit weekend vierde Maastricht 70 jaar bevrijding. Een van de festiviteiten was een stoet met re-enactors, die onder veel belangstelling door de stad trok. Dames en heren, welkom in het Veilingsterpark. Het een van de mooiste stukjes Maastricht. Hier is momenteel een klein feestje gaande, een heel belangrijk gebeuren. We zijn 70 jaar bevrijd en 70 jaar bevrijding mogen we nooit vergeten. Sterker nog, ieder jaar dat we bevrijd zien, mogen we nooit vergeten. Want er bestaan genoeg gekken op deze wereld die toch weer denken aan oorlog en noem maar op. En als we dit herdenken, dan herdenken we de vrijheid en die moeten we herdenken. En al denken we ook een beetje die oorlog, te weten hoe vervelend het was. En dan hoop ik dat we voor altijd deze Tweede Wereldoorlog, die bevrijding, blijven hebben. Wat komt u hier doen? Ik heb meegedaan met de tour. Ik ben re-enactor en ik heb het heel erg naar mijn zin. Absoluut. Re-enacten is het naspelen van levende geschiedenis. En dat kunnen verschillende periodes zijn. Dit is in dit geval de Tweede Wereldoorlog, maar mijn hoofduitbeelding is eigenlijk Napoleontisch. Wachtmeester Vermeulen inderdaad, ja. Nou, u bent hier op patrouille op dit moment? Ja, inderdaad. Wij zijn op patrouille om te kijken of er nog ergens Duitse eenheden zijn of eventueel NSB'ers. Ja. En heeft u nog Duitsers gezien die u heeft opgepakt? Nee, we hebben geen Duitsers gezien die wij hebben opgepakt. Ik ben 15 jaar en ik kom uit Kadir een keer. Ja. En wat beeld jij uit? De 30e Infanterie National Guard uit Amerika. Ja. En de 30e Infanterie, dat vieren we nou een beetje, hè? Ja, dat zijn de bevrijders van Maastricht, ja. Eigenlijk een rondje met de H. Eigenlijk, dit moet een H voorstellen. Van de O, de H van Old Hickory en dan de drie kruisjes van de Romeinse cijfers XXX van de 30e. Nou, goeiedag mevrouw, meneer. Goeiedag. Waar komen jullie vandaan? Zomeren. Uit Zomeren? Brabant. En hoe bevalt het? Dat is hartstikke leuk. Ja. Kei mooi. En nu weet ik wat we hier vieren nou? Nee, ik denk dat het iets met de bevrijding te maken heeft. Ja. Nou, we waren de eerste bevrijde stad van Nederland, 13-14 september 1944. Ik me al af, waren ze hier eerder bevrijd als wij. Ja. Maar ja, jullie hebben altijd geluk, hè? Nou, we hebben ook wel eens vaker pech gehad, hoor. Maar toen hebben we heel veel geluk gehad. Ja. Niet uit Maastricht. Nou, maakt niks uit. Maar waar komt u vandaan? Ik kom uit Valkenberg. Uit Valkenberg. U bent hier speciaal naartoe gekomen voor de bevrijdingsfeesten? Ja, maar we hebben dus vroeger bij de bevrijding, daar zijn we bij geweest. Toen hebben we alle gebeuren gezien. En u voelde zich toen de Amerikanen binnenkwamen, hele stomme vraag, maar u voelde zich meteen bevrijd? Of had u toch de angst van, wie weet wat gaat gebeuren? Dat je op die leeftijd, er gaat van alles door je hoofd. Met de Duitsers hadden we spanningen en angsten van alles. Ja, met hun de vreugde en het nieuwsgierige van, kijk wat die allemaal hebben. Alles, niemand, de Duitsers die kwamen allemaal te voet. Hele legers en paarden. En die komen alles gemotoriseerd. Dus die liepen geen 5 meter, want dan hadden ze weer een jeep. Of een, hoe heet het, de motoren? Ja, een Harley. Harley's, ja. Vindt u dat we dit altijd moeten blijven herdenken? Ja, vind ik wel. En ik denk dat het zeker op deze manier, zoals het hier gebeurt, dat het redelijk toegankelijk is voor iedereen. En dat het niet alleen maar de nadruk is op al het lijden wat er geweest is en zo, maar ook gewoon op de dagelijkse dingen, zeg maar, tijdens zo'n oorlog. En ik denk dat het zeker toegevoegde waarde heeft om dat te houden. De oorlog in die Tweede Wereldoorlog was toch een heel raar gebeuren. Die Duitsers die namen Nederland in en in het begin waren ze heel vriendelijk, deden ze alleen maar vriendelijk. En eigenlijk dachten heel veel Maastrichtenaren, hoe raar het ook mag klinken,
Ja, het valt eigenlijk wel mee. Maar eigenlijk werd al redelijk snel duidelijk dat het niet meeviel. En dat die bezetter helemaal niet zo aardig was toen ze mensen uit huizen gingen sleuren. Toen mensen die ook maar voor het kleinste vergrijp verdacht werden, werden meegenomen. Dus de mensen in de steden, ook Maastricht en dorpen en huisjes op de hei. Al die mensen gingen beseffen dat die oorlog heel verschrikkelijk en heel erg ingrijpend was. En doordat ze dat gingen beseffen, gingen ze ook steeds meer die bezetter haten. En terecht, denk ik, want je heet niet voor niks een bezetter. En toen op een gegeven moment die Amerikanen kwamen, op 13 september kwamen die Amerikanen in Wiek, kwamen ze. En op 14 september kwamen ze in Maastricht. Nou, ik kan u vertellen, dat is geen feest geweest van een dag. Dat is geen feest geweest van een week, ook niet van een maand, maar het heeft een jaar geduurd zo ongeveer het feest. Dat bijna iedere dag mensen wel ergens planken neerlegden voor op te kunnen dansen. Ergens waar weer een orkestje stond. Of ja, noem maar op. Zo blij was men dat men bevrijd was. Ik denk als je een tijdje geen vrijheid hebt gekend en je krijgt dan vrijheid, dan besef je pas wat vrijheid is. Het parcours is de officiële opening van het culturele seizoen en trok ook dit jaar weer duizenden belangstellenden. Profs en amateurs gaven op diverse plekken in de stad voorstellingen. Het belangrijkste van het parcours dit jaar is dat het net als gisteren in Maastricht in het teken van de bevrijding staat. We hebben een bivak op het Vrijthof met tijdelijke onderkomens die niet zozeer verwijzen naar de bevrijding 70 jaar geleden, maar wel naar de tijdelijkheid, de vlucht van mensen en alles wat met oorlog en vrijheid te maken heeft. Maar ook wat te maken heeft met het feit dat Maastricht jarenlang een pargingsplaats geweest is, waar de mensen ook tijdelijk verbleven en tijdelijk een onderdak hadden. Een parcours zoals we dat heel veel jaren al, de 19e keer alweer dit jaar georganiseerd hebben. Door de hele stad, op 30 plekken in de stad. Echt van Wiek tot de boompjes, tot hier het theater aan het Vrijthof, tot de Kruisherenhotel. Eigenlijk op massa's plaatsen in de stad waren er voorstellingen van allerlei culturele instellingen op allerlei terreinen. We hebben onder de bezuinigingen hebben we nog niet te lijden gehad. Dat is vrij eenvoudig, want die bezuinigingen gaan in het volgend jaar. We hebben nog geen idee of dat ook het parcours zal treffen. Ook voor de cultuur, het zijn toch zware tijden zijn, dus we zullen goed moeten kijken wat dat betekent voor het parcours het volgend jaar. Maar met name ook wat het betekent voor de culturele instellingen die eigenlijk belangeloos meedoen aan dat parcours. De vraag is of ze het volgend jaar nog allemaal even goed kunnen doen. Nou, dat hopen wij wel, maar dat weten wij niet. We zijn dus wel ook aan het nadenken of we het parcours in deze vorm, een aangepaste vorm, hoe dan ook, volgend jaar verder kunnen doen. Want het zou toch mooi zijn om het volgend jaar een mooie 20e opening van het culturele seizoen een mooi parcours te maken.